Emiel Ratemant mag zichzelf niet 20 jaar verjongen. De rechtbank wees het verzoek om zijn leeftijd van 69 te veranderen naar 49 vandaag af. The man in question is life coach and someone who got a new beard trimmer for Christmas. Emiel Ratelband. Met zijn leeftijdsverjongingskuur gaat Emiel Ratelband de afgelopen weken de hele wereld over. You can't change the fact of the date you were born. The judge was first laughing and then I told him the serious matter. Yeah. And then he said, well, you have a point. Nou, aan dat punt kan Emiel voorlopig nog een puntje zuigen, want vandaag beslist de rechter anders. De beslissing, de rechtbank wijst het verzoek af. Nou ja, dat is duidelijk jongens, maar er zijn genoeg gaten om een hoger beroep te gaan, dat heb ik al lang begrepen. Ondanks de negatieve uitslag is de goeroe zelf natuurlijk zeer positief over de vervolgstappen. Ik ben natuurlijk blij met de uitspraak, want nu hebben we een juridisch manifest waarin we dus verder kunnen gaan. Ze hebben het nu veel meer over de maatschappelijke gevolgen, de consequenties, wat er allemaal gaat gebeuren als dit werkelijk ingevoerd zou worden. Maar daar hebben we geen rechtbank voor. 50 is het nieuwe 40, maar de vraag is natuurlijk of onze jonge god in maart zijn 70ste of zijn 50ste verjaardag viert. 11 maart word ik 70. Mijn kinderen lachen zich natuurlijk helemaal in de bult. Ze zeggen, pa, word je dan weer Abraham? Dus die zijn alweer een Abraham-pop aan het sparen. En ik blijf ook mijn AOW houden. Dus dat is natuurlijk ook heel fijn meegenomen natuurlijk. In het hoger beroep wil Emiel medisch aantonen dat zijn lichaam fysiek 20 jaar jonger is. Ik laat me elke 2 jaar laat ik me onderzoeken. Dat doe ik dus al een kleine 20 jaar. Laat ik me elke 5 jaar ortomoleculair onderzoeken. Dat is op moleculair niveau. En ook als je die 4, 5 uitslagen bij elkaar ziet, zie je geen verschil. Ik doe sinds een jaar of 10 ook om de 2 jaar mijn prostaat te onderzoeken. Dan zie je zelfs dat mijn prostaat verbeterd is, verjongd is zelfs. En wie A, Donis zegt, moet ook B zeggen. En dus heeft hij er alle vertrouwen in. Altijd, weet je toch. Doorzetten houdt niet zelfhaftig zin. Het is een karaktertrek. Peter, toen we het een tijdje geleden hier bespraken, voorspelde jij deze uitkomst al? Ja, ik voorspelde het al en ik vind het stiekem een piepklein beetje jammer. Want als zo'n biologische leeftijd wel zou gelden, nou, dan ben ik nog een stuk jonger dan Emiel Ratelband. Ja. Maar voordat we het helemaal afdoen, het is niet zomaar een onzinzaak. Het is toch een. Waarom zou een gerenommeerde advocaat als Jan-Henk Kuipers zich hier aan verbinden? Nou, ik denk dat hij dat wel een leuk stuntje vond. Het is natuurlijk ook wel grappig. En als je ziet dat dat inderdaad de hele wereld is overgegaan, dat is wel iets wat zo'n advocaat leuk vindt. Maar ik heb het vonnis hier. Ja. De rechter was er buitengewoon snel mee klaar eigenlijk. En die heeft korte metten meegemaakt. Echt op alle punten afgewezen. De rechter heeft gezegd, publieke registers in Nederland die bestaan bij de gratie van geloofwaardigheid. En de wet heeft bepaald dat je daar alleen iets in kan wijzigen als er sprake is van een misslag. Nou, ja. Emiel Ratelband heeft dat ook aangevoerd. Die heeft gezegd, het is een misslag, want ik voel me 49. En daarvan heeft de rechter gezegd, dit is helemaal geen misslag, want het staat onweerlegbaar vast dat je 20 jaar eerder bent geboren dan dat je je voelt. En dat is de datum die derhalve daarin moet staan. Het is, we gaan geen fictieve gegevens in een geboorteregister opnemen. Nou, en ik denk dat hij daar ook in hoger beroep niet doorheen komt. Ja, want Emiel Ratelband die las dat en die zag dat wat jij ziet allemaal niet. Die denkt, er zitten allemaal gaatjes in. Ik kan wel wat vinden om in hoger beroep te gaan. En de rechter heeft natuurlijk ook gezegd van, kijk, aan het wijzigen van een leeftijd en aan een leeftijd op zich, daar zitten rechten en plichten aan vast. Hè? Het halen van een rijbewijs, het stemrecht, wanneer je alcohol mag drinken. Je stelt wel je pensioensgerechtigde leeftijd uit op die manier. Ja, dat moet je wel langer doorwerken. Dat wilde hij voor lief nemen. Maar, zo wees de rechter aan het slot er ook op het moment dat je 20 jaar eruit veegt. Ja, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met het feit dat je in die 20 jaar een bepaald diploma hebt gekregen? Ja. Of, nog veel belangrijker, een kind hebt gebaard. Ja. Bestaat dat kind dan niet als je die 20 jaar eruit gepoetst hebt? Dus het zou tot zoveel juridische en praktische complicaties leiden dat de rechter echt heeft gezegd van, nou, hier kunnen we helemaal niet aan beginnen. En dus een kansloze affaire. Ik vind het wel mooi dat Emiel Ratelband, want je hoort hem ook zeggen, ja, de dokter heeft gezegd, zelfs mijn prostaat bijvoorbeeld, die verjongt, als een soort Benjamin
Benjamin Button van, ja, van Nederland. En als je dan die foto's naast elkaar zet uit 1998... Van die en prostaat, nu, daar hebben we foto's van. En nee, van Emile, kijk, van Emile uit 1998 en 2018. Nou ja, hij is wel iets ouder geworden, maar ook niet heel. Ja, zeg, moet jij niet even naar Specsavers? Moet je kijken hoe ouder die man is. Ja, oké, een tikkie ouder, ja. Ik las vanmiddag overigens ergens, dat vond ik ook wel leuk. Daar stond van, nou, dit is zo'n zware juridische strijd geweest... dat Emile 20 jaar ouder van hem. Maar hoeveel lichter is hij ervan geworden? Wat kost zo'n heel proces? Nou, als die Jan-Hein Kuipers heeft moeten betalen hiervoor... Ja. Dan zal die daar toch, denk ik, echt wel 15.000 euro aan kwijt geweest zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor de wederpartij. Zo'n heel proces, hè, zo'n geding... Zal toch alles bij elkaar gauw 50.000 euro... Kijk eens aan. Hij was wel weer in het nieuws, want ook de nasleep van het hele verhaal... werd weer gecoverd door alle Amerikaanse sites. Ook de BBC heeft er aandacht aan besteed. Perez Hilton die besteedde dan weer aandacht aan. Dus hij is weer volop in het nieuws in ieder geval. Nou goed, kijk. Dankjewel voor dit moment, Peter. Ja.